Ik hou van mijn werk. Op mijn 19e ben ik begonnen met sekswerk, een maand voordat ik 20 werd. Ik was op zoek naar een flexibel bijbaantje waar dat ik zelf kon bepalen wanneer ik ging werken en hoe dat ik dat werk dan uit ging voeren. Ik dacht aan simpel thuiswerk, pennen in elkaar klikken of gordijnrails maken. Maar toen ik dit ging googlen, kwam ik alleen maar uit op webcamsites. Dat maakte me wel nieuwsgierig. Ik had geëxperimenteerd en ik wist dus dat ik seks leuk vond. En ondanks dat ik dacht dat het misschien niet helemaal voor mij was, ben ik gewoon begonnen. Ik dacht eerst dat ik aan een soort ideaalbeeld moest voldoen. Dus de eerste keer dat ik achter de webcam krook, zat ik ook onder de foundation, dikke laag make-up op en een pruik op. Al snel had ik door dat het niet nodig was en kroop ik gewoon achter mezelf achter de webcam. Na een tijdje kreeg ik vaste klanten en ik dacht, oké, nu ben ik wel toe aan een nieuwe uitdaging. En zo ben ik begonnen als escort. Ik ben begonnen bij een escortbureau, heette Escort Relax. En daar waren geen andere sekswerkers om mij te begeleiden. De eigenaar was ooit chauffeur geweest bij een ander escortbureau en die zag het werk vooral als lekker makkelijk geld verdienen. Een van de leuke dingen aan mijn werk vind ik dat je het kan uitvoeren zoals het bij jou past. Ben je dominant, dan kan je meesteres worden. Hou je juist van rust en meditatie, dan is erotische massages geven misschien iets voor jou. Voor iedereen is er wel iets. En dan zijn dit alleen nog maar de mogelijkheden die in escort kunnen. Ik kwam er al heel snel achter dat het echte contact zoeken en op zoek gaan naar intimiteit helemaal mijn ding was. En hier begon ik me dan ook een beetje in te specialiseren. Dat gaat dan als volgt. Ik had dan bijvoorbeeld een ontmaagding. Dat vond ik leuk en ik merkte dat ik daar goed in was. En zo paste ik dan mijn advertenties aan, zodat ik nog meer ontmaagdingen kreeg en ik kon me dan specialiseren. In een van mijn eerste jaren leerde ik Michiel kennen. En het grappige aan Michiel is dat zoals hij het bureau benaderde, ik nu nooit met hem af zou spreken. Hij vond het namelijk leuk om te kijken of hij korting kon krijgen. En volgens mij ging het dan niet zozeer om die korting, maar meer om het idee dat hij dan meer kreeg dan anderen. Michiel is een man van rond de 60, sportief en sociaal. Hij heeft nooit echt een serieuze relatie gehad, maar had hier ook absoluut geen behoefte aan. Hij was een ervaren wandelaar. Wat eigenlijk betekent dat hij gewoon veel ervaring heeft met verschillende sekswerkers. En dat is ook precies hoe dat hij mij behandelde, als één van de zoveel. Maar na één afspraakje volgde er meer en we bouwden een band op. Het ding met Michiel is dat hij een groot deel van zijn vermogen is verloren door verkeerde beleggingen. En de man die hij hier verantwoordelijk voor hield, die had gewoon nog alles en dat kon hem enorm frustreren. En daar zat hij dan ook echt mee. Ongeveer anderhalf jaar later leerde ik Bouke kennen. Bouke was pas gescheiden en dus ook geen behoefte aan een relatie. Hij had al meerdere escorts gezien en hij vond dat dan ook wel spannend om met escorts af te spreken. En ook met hem kreeg ik steeds meer afspraakjes. Hij sprak regelmatig af, vaak één keer in de week, afspraken van meerdere uren. Dus ik leerde hem heel snel intiem kennen. Hij vond het fantastisch om mij nieuwe muziek te laten luisteren die dat ontdekt. Of me te vertellen met wat voor project hij nu weer bezig was. En we hadden avondjes vol met drank en lekkere hapjes. Super gezellig. Maar Bouke was manisch depressief. En dit was ook de reden van zijn scheiding. Zijn ex kon hier niet mee omgaan. En naast dat hij fantastische hoogtes kon hebben, kon hij enorme dips ervaren. Nu ben ik zelf evangelisch-christelijk opgevoed. En ik heb dat altijd wel als een hele fijne gemeenschap ervaren. Mensen stonden altijd klaar om elkaar te helpen. En vanaf natuurlijk stelde ik me dan ook beschikbaar voor deze mannen om ze te helpen en ze te steunen. Maar in plaats van dat ze mij af en toe opbelden van oh, het gaat niet meer en dat ik ze dan een steuntje in de rug kon geven, gebruikten ze mij als afleiding van hun problemen. Bouke kon me dan emotioneel manipuleren
En vond dan dat hij recht had op meer van mijn tijd, omdat hij al zoveel in mij geïnvesteerd had. En ik dacht, oké, dit kost energie. Maar ik liet het over me heen komen, want ik dacht, oké, je hebt dit nodig en ik kan het wel aan. En Michiel begon mij te bellen. Onder het nom van een afspraak maken, maar stelde dan heel veel vragen. En daar nam ik dan de tijd voor om netjes te beantwoorden. En uiteindelijk maakte hij dan bijna nooit een afspraak. En ook dat kostte me heel veel energie en tijd, maar ik dacht, oké, je hebt dit nodig. En ik kan het wel aan. Ik bedoel, is niks. Ik ben hier voor je. En zo ging hij door en ik nam het allemaal op me en ik liet het allemaal maar gebeuren. Totdat het op een gegeven moment steeds vaker voorkwam dat ik met minder plezier naar mijn afspraken ging. Ik kon dan een afspraak hebben waarvan ik theoretisch wist, dit vind ik eigenlijk heel erg leuk. Maar het enige wat ik heel de tijd dacht was, wat moet je van me en ga alsjeblieft uit mijn ruimte. Laat me met rust. Dus ik besefte me dat ik iets beter voor mezelf moest gaan zorgen. En als het dus echt niet meer ging, dan nam ik een dagje vrij, nam ik wat rust, even opladen. En dan kon ik er weer tegenaan. Maar dat zorgde ervoor dat ik in een loop terecht kwam. Even opladen, ik kan er weer tegenaan. Het gaat niet meer, ik heb geen plezier meer in mijn werk. En hier werd ik ontzettend ongelukkig van, want ik vond mijn werk eigenlijk hartstikke leuk. En ik nam me ook wel voor om hieruit te komen. Ik wilde graag beginnen met een opleiding psychologie. En gewoon een nieuwe hobby, nieuwe dingen leren, tijd voor mezelf. Maar het leek alsof er steeds belangrijkere dingen waren. Steeds iemand die gered moest worden. Steeds een situatie die mijn aandacht nodig had. En ik dacht, als ik het niet doe, dan gaat het allemaal kapot. Dus ik neem het wel op me. Op een gegeven moment was er bij het bureau waar ik werkte heel veel onvrede ontstaan. Zowel bij klanten als bij de dames. En ik had een vergunning. Dus ik voelde me verantwoordelijk om mijn eigen bureau te beginnen. En dit bureau heette Pursang, wat zuiver betekent. En het idee van mijn bureau was een plek waar klanten wisten dat afspraak ook afspraak was. En waar dat de sekswerkers wisten dat er naar hen geluisterd werd en dat ze konden werken op de manier die voor hun prettig was. Waarvan ik had geleerd dat dat heel belangrijk was. En ik dacht ook dat als ik nou eigen baas was, dan heb ik vast meer ruimte, meer structuur. En dan komt dat wel goed. Dan heb ik meer tijd voor mezelf. Dat was natuurlijk helemaal niet zo. Want naast... Jeetje. Oké, heb je de andere item. Maar met het bureau, juist naast dat ik mijn eigen werk had, had ik ook het werk van anderen. Hun afspraken regelen. En als ik een afspraak gemaakt had voor een escort en ze zei op het laatste moment af omdat ze geen oppas kon vinden, dan voelde ik me verantwoordelijk. En ging ik op een vrije avond nog even werken. En ook dit ging nog een tijdje door, want ik kon het prima hebben en als ik het niet deed, ja, dan viel het allemaal om. In 2015 kreeg ik een hernia. Gelukkig niet door mijn werk, maar het had wel effect op mijn werk. Het begon met pijn in mijn been. En een paar maanden later kon ik niet meer rechtop lopen. En ook toen dacht ik, valt allemaal wel mee. Ik kan het hebben, ik draag het wel. Maar na een jaar kon ik ook niet meer slapen. En dacht ik, oké, doe mij dan toch maar pijnmedicatie. En toen gaf de neuroloog mij morfine. En pas toen dacht ik, oké, dit doet dus best wel wat pijn. Ik mag dus best wel klagen en wat rust nemen. En omdat ik wist dat ik niet de rest van mijn leven morfine kon gaan slikken, heb ik mezelf laten opereren. En mijn revalidatie bestond uit 1 week plat op bed liggen. 2e week plat op bed liggen, af en toe even wandelen. 3e week plat op bed liggen, af en toe even wandelen. En af en toe rechtop zitten. Uiteindelijk heeft dit 3 maanden geduurd. Dus ik had gedwongen rust. En dit zorgde ervoor dat ik de tijd had om dingetjes dieper op me in laten te dringen. Ik had vaak gesprekken met mijn beste vriend die altijd een onbevooroordeelde blik naar mij en mijn werk had, maar wel heel erg kritisch kon zijn. Hij refereerde dan naar dat ik wilde beginnen met een opleiding en waarom ben ik daar dan nooit mee begonnen.
En als ik eigen baas ben, waarom plan ik dan niet meer tijd voor mezelf? Waarom stop ik niet met die afspraken die mij zoveel energie kosten? En nu had ik eindelijk de tijd om dat op me in te laten werken. Daarnaast had ik tijd om nieuwe dingen te ontdekken en begon ik een beetje online te surfen. En zo kwam ik het feminisme tegen. Een belangrijk concept wat het feminisme voor mij heeft geleerd, is het idee van emotioneel werk. En ik kan dit uitleggen in de vorm van persoonlijke ruimte. Als iemand die niet in jouw intieme kring zit, in die persoonlijke ruimte komt, dan kost dat energie en daar moet je dan mee dealen. En in mijn werk kies ik er iedere keer bewust voor om iemand in die persoonlijke ruimte te laten die niet in mijn intieme kring zit. En dat is oké, ik kies daarvoor. Maar het kost wel energie om daarmee om te gaan. Naast het feminisme zag ik online ook andere sekswerkers. En kwam ik bij Proud terecht. Proud is de belangenvereniging voor sekswerkers. En bij Proud leerden ze me, sekswerk is werk. En het is geen uit de hand gelopen hobby. Het is werk en het is niet altijd makkelijk werk. En je moet het ook zelf zien als werk. Na mijn revalidatie ben ik langzaamaan weer gaan werken. En ook met Bouke begon ik weer af te spreken. Bouke is de man waar ik veel muziek mee kon luisteren en die me dan af en toe emotioneel kon manipuleren. En het ging een tijdje goed, maar hij verviel in zijn oude gewoontes. En ik begon stukje bij beetje mijn grenzen aan te geven. Ik zei, ik snap dat je dit nodig hebt, maar dit werkt niet voor mij. We kunnen het op deze manier doen. En het leek erop dat hij het begreep. Maar steeds kwam ik met Bouke toch weer op datzelfde punt terecht, dat hij dan ellenlange voicemails achterliet over dat hij recht had op meer van mijn tijd. Uiteindelijk heb ik afscheid van hem genomen door middels van een brief. Want ik wist als ik het persoonlijk deed, dat hij dat dan nog aangreep om dichter bij mij te zijn. En ook Michiel begon weer af te spreken. En ook Michiel verviel weer in zijn oude gewoontes. En ook bij hem begon ik mijn grenzen aan te geven. Hij pakte dit langzaam op. En omdat ik mijn grenzen aan ben gaan geven, moest hij op zoek naar een gezonde manier om met zijn frustraties om te gaan. Ik zie hem nog regelmatig. Het gaat hartstikke goed met hem. Hij doet nu ademhalingsoefeningen en zowel geestelijk als fysiek heeft dat enorm veel voordelen voor hem. Het openlijk kunnen praten over mijn werk heeft me doen realiseren dat het belangrijk is, zo niet noodzakelijk, om mijn eigen grenzen te stellen. Ik ben aandacht gaan geven aan de ervaringen die me kracht geven en ervaringen die me tegenhouden en waar ik afscheid van moet nemen. Zo ben ik gestopt met het escortbureau en werk alleen nog maar voor mezelf, alleen nog maar op afspraak. En ik ben begonnen met die opleiding. Wat ik eigenlijk met mijn verhaal wil zeggen is dat het super belangrijk is voor sekswerkers om openlijk en onbevooroordeeld te kunnen praten over de problemen die ze vinden tijdens hun werk. Zodat ze sneller tot een oplossing kunnen komen en op een veilige en fijne manier hun werk kunnen doen. Ik hou van mijn werk.